In 2011 won FC Barcelona onder Pep Guardiola de treble na een 3-1 overwinning in de Champions League finale tegen Manchester United. In deze campagne versloeg het Barcelona van Guardiola het Arsenal van Wenger, het Real Madrid van Mourinho en dus ook het Manchester United van Alex Ferguson. Of dit de beste ploeg is die de voetballerij ooit heeft gezien, is een vraag die vaak terugkomt op cafés en in barbershops. Wij kijken even terug naar deze campagne met mezelf, Alexander Mestach, Brian Suarez Duarte en Marcus Capenda. Mijn eerste vraag voor vandaag, Marcus, is... Wat is het eerste dat bij jou opkomt wanneer ik deze ploeg van Barcelona vermeld met de Guardiola's, de Busquets, de Iniesta's en vooral dat jaar in 2010, 2011? De Standaard. Oh, wauw. No. Niet de krant, maar de Standaard als in... zij hebben de Standaard voor wat voetbal. Ah, Pieter. Maar de Standaard als in zij hebben de Standaard voor wat voetbal voor ja, een goed decennium erna zal zijn gelegd. They have really raised the bar, Barcelona. Nee, dat was echt slecht. Nah, die was echt slecht. Nah, die was slecht. Die was slecht. Nah, Barcelona. Nah, die was echt slecht. Nah. Nee, nee, die was slecht. Ja, nah, die was echt slecht. Was verschrikkelijk. Maar slechte humor is ook goed. Ja, nah, was verschrikkelijk, man. Die bar was echt slecht. Wauw. Brian, jij die zoveel van tactiek houdt, die zoveel van tactische coaches houdt, die zich daar zo hard mee bezighoudt, mag ik toch wel zeggen? Ja. Snap je wanneer hij zegt, ja, zij hebben de bar gezet? Ik denk dat dat het jaar is, of denk ik ook 2009, dat Guardiola het voetbal heeft veranderd. Want we praten veel over Guardiola heeft zijn voetbal een beetje veranderd. Okay. Gelsen, maar dat is daar begonnen. En hoe dat je nu ziet hoe dat voetbal geëvolueerd is vanaf op dat moment en nu, en hoe dat ze hem opbouwen en zo, dan zie je al een beetje een aantal principes, maar die lopen helemaal verder naar het hedendaagse voetbal van nu. Yeah. En als ik dan moet antwoorden op de eerste vraag, voor mij was het een beetje de einde... Of de start eigenlijk van de Spaanse dominantie in het voetbal. Ik denk vanaf dat jaar was het denk ik bijna elk jaar dat een Spaanse ploeg won. Buiten dan de jaren dat even Chelsea tussendoor won. Maar het was altijd wel Spaanse ploeg in de laatste vier die heel ver kwamen. Ja, wat ook indrukwekkend was is, en sorry dat ik onderbreek, is... Ja, die Spaanse dominantie ging verder dan de Champions League. Nee, het was sowieso... Het was de Europa League, ja, het was WK's, alles. Ja. EK's. Het was alles, maar ik denk ook gewoon dat je ziet die Spijn daar van Barcelona samen met Real Madrid. Ja, inderdaad, zij winnen dan die WK, ze winnen het EK. Ja, heel die basis wordt ook daar een beetje gelegd. Het speelstijl ook van de nationale ploeg van Spanje wordt ook een beetje meer gekopieerd naar het voetbal van Barcelona. 2010 is ook het jaar daar drie Barcelona-spelers... Op het podium van de Ballon d'Or. Ja, ja, en je ziet gewoon steeds meer die invloed overlopen, zou ik maar zeggen. En ook een beetje het einde van de Engelse dominantie. Mm-hmm. Want ook in die jaren ervoor dan had je heel veel Engelse ploegen in die laatste fase. Dus je hebt Arsenal gehad, je hebt Liverpool gehad. Je hebt United dan twee keer gehad in Chelsea. Die fase. Je hebt Chelsea ook mee gehad. Dus je zag wel een beetje zo voetbal gaan een beetje shiften van het fysieke dominante naar het meer voetballende, voetbaltechnische capaciteiten. Dus dat was een beetje voor mij wat de signalering was van Barcelona in die twee finales, maar zeker in de laatste finale. Ik stel voor dat wij eigenlijk meteen beginnen door naar een paar beelden te kijken, terwijl dat we dit gesprek voeren. Omdat wij hier alle doelpunten hebben van de groepsfase, alle doelpunten van Barcelona. Nee. En dat misschien ook direct een visuele representatie is van wat jullie beiden een beetje zeggen, van hoe het voetbal verandert of hoe dat er dan is beginnen voetballen, hoe doelpunten werden gescoord. Mm-hmm. En ik weet dat we met Brian... even naar de beelden aan het kijken waren voordat we begonnen. Ja. En het ging over een bepaalde, ja, niet een bepaalde pas, maar een bepaalde manier van aanvallen die vooral werd uitgestuurd door de Xavi's en de Iniesta's, ja. Waar Brian het over wou hebben. Maar dus de campagne begint met een thuiswedstrijd tegen Panathinaikos. En het enige wat ik kan zeggen is eigenlijk dat ik heel veel medelijden heb met Panathinaikos. Want ik zou het niet willen om als eerste ploeg eigenlijk naar Camp Nou te gaan. En daar zie je meteen... Ja, die passen. Dat is meteen en dat is heel veel. En ik vind dat bijvoorbeeld, en we gaan het wel later zien ook met Dani Alves en Pedro. Ja. Maar zeker Pedro maakte die looplijn heel vaak, omdat Messi graag in de bal kwam. Maar je had heel gewoon vaak die steekpas van Xavi, die dan ook een beetje als een quarterback gaat fungeren aan de doelpunt van David Villa. Ook iets wat dat Barcelona heeft toegevoegd, vond ik. En wat je een beetje miste de jaren daarna, was wel echt een goalgetter, een echte afwerker. Ook al werd daar vaak wel uit positie gespeeld soms, vanuit de linkse flank. Ja. Wel echt een spits die echt wel een doelpuntenmaker. En ik denk ook dat dat net na de fase was dat Ibrahimovic was. Ja. En Thierry Henry. Dus iemand die daar elk wel... Ja, want Henry ook heel vaak uit positie gespeeld. Hier dubbele 1-2, dat is de traditionele Messi-actie.
En afgewerkt. Deze goal kunnen we elk jaar pakken van Messi en dan gaat hij overal scoren. Ja. Argentinië, als het Inter Miami is, Barcelona. Het maakt niet uit waar dat die jongen heeft gezeten, PSG. Hij scoort altijd die dubbele 1-2. En dat maakt mij gek, want jij weet dat dat gaat komen. Ja. Dat is zoals Arjen Robben die naar binnen snijdt. Je weet dat gaat komen. Je weet, je moet één van de twee dekken. Ofwel dek je de man, ofwel dek je de kaats. Ik vind deze... Het is nog een replay, denk ik, van... Hier, hè. Ja, hier zie je echt van, die staan gewoon als kaatsers. Ja. Dat zijn echt gewoon kaatsers voor Messi. Mm-hmm. En dat is wat voor mij super typerend was aan zo dat Barcelona. Is zo, iedereen had door van, wat is mijn rol? Waar moet ik staan? Ja. En dan had je in de laatste 30 meter zo die bekende vrijheid wel van... Wauw. By the way, ik snap niet... Deze is crazy. Ik snap niet wie daar denkt, ik trap. Deze is crazy. Dat snap maar ik. Over die dat, dubbele... dat is zelfvertrouwen dat je... snap je? Maar over die dubbele kaas gesproken, hè. Dat is zo wat je doet voetbal, vroeger bij voetbal, zoals je moest opwarmen. Je had zo uit twee man die begonnen, dan twee erachter, nog eens twee erachter. Die dubbele kaats en je ziet gewoon van, dat is automatisme. En hier, echt een carrière gemist, niet kwamen. Wat ik interessant vind aan al die doelpunten die we nu gaan zien, is twee opmerkelijke dingen die misschien niet altijd opvallen, is zo, maar die wel typisch Barça zijn. Dat is... Maar dit is gewoon creativiteit. Ja. Dit train je zelfs niet. Hè. Ja. De bedoeling is gewoon een 1-2. Maar... Die lob is gewoon puur creativiteit en dat is gewoon puur een ingeving op dat moment. Want ze werken wel op die 1-2's, maar dan die laatste, die finesse, daar ga je nergens. Dat is individuele kwaliteit uiteindelijk. Dit is crazy, man. Dit is een van jullie mooiste shirts, vind ik wel. Man. Als ik zo aan Barça denk, is dit een van de shirts dat ik dan aan. Ja, dat is geïnspireerd, of al sinds dat blauw is nog van zo 1998. Toen hadden wij ook zo die kleur. Het punt dat ik daarnet wou maken is iets dat heel typisch Barça is voor mij, en zeker die periode, is zo de manier van vieren van doelpunten. Mm. Er wordt nooit echt een viering gedaan door een speler. Het is altijd, we komen allemaal samen in groep, als team, knuffeltje. En in die periode was dat zo heel typerend voor mij, vond ik. Mag ik zeggen waarom? Zeg het eens. Je scoorde 800 doelpunten per seizoen. Dat tijdje is dit gedaan, denk ik. Hè? Je ziet die passie terugkomen in de grotere wedstrijden, maar boos, de andere... Boos. Dit is een missie dat ik van haal. Niet zo die mooi. Ik leg het gewoon boos boven je. Ik zei het nog straks, hè. Ik zag de beelden van Guardiola die viert en denk van, damn, die man tormenteert heel mijn leven. Mm-hmm. Echt gewoon vanaf 2009 is die man in mijn leven gekomen. En dat is wauw. Wow. We zien hier ook in deze, bij dit doelpunt dat Piqué mee aan de basis ligt van de opbouw. Dat is ook iets, zo het weet je, totaalvoetbal dat een beetje bij Cruyff is gestart. Ik zeg niet dat dit totaalvoetbal is of was, maar het was toch een nieuwe vorm van, vond ik. Ja. Snap je? Ja, en... Van de keeper uit tot de linksback die hier in de 16 staat. Mm-hmm. Maar ook gewoon, het leek er toch op, toch? Want ik denk de term tiki-taka werd dan toen ook heel veel gebruikt. En Guardiola was ook iemand die zei van nee, we doen niet aan tiki-taka. Want tiki-taka betekent eigenlijk balbezit houden for the sake of having the possession. En hij zei van het is wel een beetje gericht, een beetje verticaler wel. En dan hier ook weer gewoon Abidal die daarmee inschuift. Abidal ook echt een figuur eigenlijk dat we... Ja, toch iets meer zijn vergeten. Zeker als je zo de basis onthaalt. Dan is het Iniesta, Xavi. Ja. Maar ook heel veel gewoon sleutelspelers die daarna ook gewoon hun ding voor een lange periode hebben kunnen doen voor Barcelona. En hier, ik snap niet hoeveel doelpunten heeft hij gescoord, dit campagne. 12. Messi. Een van zijn betere. Ja, hij heeft toen 12 doelpunten gescoord. Het jaar na, denk ik, scoort hij er 14. En dan wordt hij mede recordhouder met een ex-speler van Milan. En dan is Cristiano Ronaldo opgestaan en die heeft het record 4 of 5 keer gebroken. Pedro. Maar ik denk wat leuk is aan de doelpunten van de groepsfases ook, is zo het aantonen van... Het was echt iedereen die belangrijk was in die periode. Je hebt beelden waar dat Busquets zijn pas verstrooit, waar dat Piqué in de opbouw zit, waar Pedro scoort, waar David Villa scoort. Maar ook de bankzitters, en die gaan we ook in de knock-outfase straks terugvinden, die zijn heel belangrijk geweest, maar die zijn heel snel vergeten ook. De Bojans, Afellay, die in deze campagne superbelangrijk is. Een Seydou Keita. Ja. Een Adriano, die zowel op links als rechtsback kon invallen. Dat zijn dingen die wij soms vergeten, omdat ze hadden zo'n typerende, bekende elf. Omdat je wist gewoon wie dat erin startte uiteindelijk, snap je? Absoluut. En die onthoud je zeker, als je echt de topwissers onthoudt, was het ook wel vaak die spelers die gewoon het verschil maakten voor Barça. Ja, maar de diepte van die ploeg is wel inderdaad onderschat. Mm. Om al die jaren zo competitief te zijn en op alle niveaus... Prachtig doelpunt. Dat doe je niet met alleen 11. Wat ik ook typerend vond, of wat ik ook interessant vond, is... We hebben het altijd over tiki-taka. Hè? We hebben het altijd over combinatievoetbal en al die dingen. Maar als je dan kijkt naar nu de doelpunten van de groepsfases, heb ik zoiets van... Ja, zij scoorden wel op heel veel verschillende manieren.
Ja, maar je ziet wel dat het wel weer een bepaald idee is van heel veel looplijn in de diepte, heel veel kaatsen, heel veel... Het is wel nog steeds te combineren, want ik dacht, oké, we gaan een corner zien. Ze gaan Barca gaan scoren op een corner, maar daarna zie je wel dat het gewoon weer uit de tweede fase wordt, opnieuw wordt herbouwd hier bijvoorbeeld ook. Maar de andere ploeg de voorzet gaat geven, en dat is een beetje het verschil met Barca. Oeh. Wauw. Dat is het verschil met Barca, is wel zo van, zij behouden wel die geduld, snap je? Ook al lukt het niet, ze proberen opnieuw, ze reset. Terwijl dat je bij heel veel andere ploegen, ja, ga je zien dat ze eigenlijk die voorzet gaan forceren. En dat is ook een beetje ook wat we dachten toen dat Ibrahimovic kwam, van oké, ze gaan iets meer directer spelen, omdat je hebt de reus daar van 1,90 meter, dus die ga je moeten gebruiken. Maar zelfs met hem bleven zij wel vasthouden aan hun principes. En dat vond ik altijd wel een beetje leuk aan Barcelona. Toen vond ik het niet leuk, nu vind ik het leuker, omdat ik natuurlijk ouder ben. Maar je ziet ook wel gewoon van, die principes blijven gewoon doorlopen en dat verandert niet. En het, ook al sta je 1-0 achter of 2-0 achter, wat er niet vaak gebeurde dat jaar, want we waren gewoon oppermachtig. Ze bleven wel steeds op diezelfde manier spelen. En dat was altijd wel een beetje zo... Ja, je hoopt ergens een beetje om hun uit hun spel te gaan krijgen, iets harder te gaan spelen, maar dat gebeurde helemaal niet bij Barcelona. Ja. Marcus, een vraagje voor jou. Zeg het. We hebben nu enkel de doelpunten van de groepsfase gezien, maar in het algemeen... Ja, wij twee zijn Barcelona-fans, kijkers en luisteraars die het niet zouden weten. Wij hebben verschillende versies van Messi gezien. En jij ook, die geen Barcelona-fan is, heeft verschillende versies van Messi gezien. Maar is dit de beste versie? Want er komt een versie later waar hij nog meer doelpunten scoort. Mm-hmm. Maar toch heb ik het gevoel dat in dit seizoen of in die jaren, dat de beste Messi was die gewoon... Je kon die niet afstoppen. Als die één op één naar jou toe kwam, je kon hem niet afstoppen. Hij trapte van ver, hij had zijn plaatsbal, hij combineerde. Oh ja. Hij had ook een Dani Alves met hem, die zo belangrijk is geweest, vind ik, in zijn carrière. Maar is dat de beste Messi? Of hebben we toch nog een andere versie gezien, misschien die beter was? Nou, je hebt een versie een paar jaar later, hè, met MSN. Ik denk, volgens mij gaat het tussen die twee. Je hebt ook het WK dat er nog aan vooraf gaat, dat ook goed was van hem. Maar ik zal zeggen, nu, of al toen in 2011... Als je puur kijkt naar Barça als collectief en you plug Messi in it, dat je daar gewoon zoiets had van, die machine loopt. En dat zie je ook in die goals, zoals je zegt. Ja. Dat is precies of zij staan gewoon waar ze moeten staan en Messi zorgt voor... Snap je? Ja. Zoals een pinbal set. Zo die bal gaat zo... Tic, 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 maar dan hier, met sturing echt. Nee, Like Messi is zo degene die de machine in gang zet en dan afwerkt. Hm. In een 1-2 heb je dat, maar dan krijg je bij hun zo'n dubbele 1-2. En dan driedubbel en dan geeft hij misschien de assist. Dus dat... Op die manier vond ik dat wel de beste versie van tactisch gezien, de mensen rond hem en de coach die hij had. Toen kwam alles zo samen. 2009 is het nog nieuw en pakken we ook alles. 2010 heb je dan Ibrahimovic die erbij komt en dat was dan zo oké. Dan 2011 zegt Pep Mohim, vergeet Ibra. Messi, valse 9. En het is niet David enkel Ibra, links. Want Ibrahimovic vertrekt. Thierry Henry vertrekt. Ja, Touré is ook. Ja, Touré vertrekt. Ja. En dan is het echt, denk ik, volledig zijn ploeg. Ja, ja. Volledig wat hij wou doen met een Busquets die dan echt gewoon gevestigd is op de 6. Mm-hmm. Met David Villa die van links komt, maar die eigenlijk gewoon een... Ja, dat is een echte goalgetter. Ja. En wat ik ook dacht is zo, je hebt links Villa en rechts Pedro. En ik stelde mij de vraag deze ochtend, wanneer is de laatste keer dat ik twee wingers heb gezien die perfect tweevoetig zijn? Ja. Ja. Ik kan me niet herinneren dat ik nog in een andere ploeg een paar heb gezien van twee wingers die perfect tweevoetig zijn. Ja. Wat voor een verdediging volgens mij... Hel is toch? Ja, en ook gewoon met wat je hebt met Barcelona is van oké, we zeggen nu Pedro rechts en via links, maar ik kan me heel veel wedstrijden herinneren dat het ineens Pedro op links staat, Via staat op rechts, Messi staat centraal, Messi staat op rechts, Pedro staat op links, dan is het Via in de spits. Ja, absoluut. Ja, het blijven bewegen door posities was denk ik voor mij, ik denk dat daar het meeste pijn aan andere ploeg is van je weet niet wie dat je moet volgen, je weet niet hoe dat ze gaan starten, je weet niet wie dat naar waar gaat bewegen. En inderdaad, met de meeste zit om Messi in de vals 9 te gaan zitten, omdat hij dan daar als pure creativiteit of pure creator al kan bewegen. Maar ook van op de flank naar binnen komen, doelpunten scoren. Dat is gewoon een probleem. En dan heb je een rechtsback die denkt dat hij een spits is, die ook mee naar voren komt. Ja, je hebt gewoon zoveel verschillende pieces en ook heel veel verschillende profielen. En ik denk dat je daar al heel vroeg ziet wat Pep moet bouwen met zijn latere ploegen daarna ook. Mm-hmm. Is van, ik heb wel die back nodig die er steeds over gaat. En ik heb wel daar die creatieve middenvelden nodig. En ik heb inderdaad wel een spits nodig, maar die ook wel, als het moet, uit die posities kan komen. Ja. Want dat was ook een beetje zo de discussie tussen Ibrahimovic en Guardiola was van, hij had meer ruimte nodig, wat ga je in het centrum spelen, maar daar moet Messi dan ook opereren. Dus je ziet steeds wel van,
Er is heel hard over nagedacht. En inderdaad, door dat een bepaalde speelster gaan weghalen. Want Yaya Touré is ook elke iemand die ruimte nodig heeft. Want als je ziet... Ja, dat is een loper. Ja, als je Yaya Touré 10, 15 meter geeft, ja, die beukt erdoor en die gaat daar doelpunten of assist voor zorgen. Dus je ziet steeds wel van... Er wordt heel hard nagedacht over wat heb ik nodig in die team. En ik denk dat dit een van zijn meest perfecte teams waren. En dat is een speler dat ik altijd wil gaan highlighten daarvan, is Pedro. Voor mij is hij de ultieme Pep-speler. Mm. Want technisch is hij goed, werklust en is heel unselfish. Want je weet wat voor ploeg je speelt. Ja. Ja, hij gaat niet de ster zijn, maar waren heel veel wedstrijden waar hij wel de ster was, gewoon puur door zijn unselfishness. Mm-hmm. En dan om uw originele vraag te gaan beantwoorden. Voor mij was dit de beste versie van Messi. Want je had nog steeds die honger van, ik ga druk zetten. Ik ga, als het moet, ga ik 5-6 man dribbelen. Daar had je nog wel iets meer, denk Messi later ook. En heel veel ploegen hebben zich dan ook een beetje aangepast aan hem. Maar toen zag je bij Messi zo van nog de pure voetballer. En ik ga echt 100% werken. Ja. Daarna is dat iets meer veranderd natuurlijk. Je hebt andere sterspelers. En ook gewoon, ja, zelf word je ook een beetje moeier. Of meer vermoeid als voetballer. Maar toen, die Messi, ja, dat was die 5-seconden regel, ja, dat startte bij hem, snap je? Ja. En daarom is dat voor mij wel, denk ik, wel de beste versie van Messi. Ik ben blij met een puntje dat je aanhaalt, omdat Marcus daar net zei, hè, voor hem is dit mogelijk de ploeg die de basis heeft gelegd voor hoe voetbal is geëvolueerd daarna. Ja. Maar dan wil ik aan u de vraag stellen, maar is dat ook niet de ploeg die de basis heeft gelegd voor hoe dat er gaat verdedigd worden tegen balvaste ploegen en tiki-taka-ploegen? Voor de komende jaren daarna. Want in deze editie winnen ze hem wel. Mm-hmm. Maar wij kunnen ons herinneren dat je dan zo... Het jaar ervoor, gewoon tegen Inter. Hè? Ja, dus je hebt het Mourinho van Inter ervoor. En dan daarna heb je Chelsea van en Matteo. Ja, ploegen beginnen wel zo te ontcijferen. En voor mij is dat iets dat mee is gegroeid naar het internationaal voetbal. Mm. Waar ik heel veel landen heb zien evolueren naar een A. Wij weten nu dat wij tegen baldominante ploegen... Ah, het was laag op FC. Hè? Ja, maar dat is wel gestart, geloof ik dan toch? Mm. Door dit Barça, omdat ploegen zoiets hadden van yo, wij zijn super sterk, maar we kunnen ze niet stoppen. Ik kan nog eens antwoorden op de eerste vraag, by the way. Want je had die vraag gesteld, en naar mij dan via sms, en ik was aan het nadenken en ik had 3 antwoorden. Oké. Okay. En ik ben eindelijk gekomen naar het antwoord dat ik wou herhaal de vraag. Uw vraag was eigenlijk van, voor wat staat dit Barcelona nu eigenlijk? En voor mij is eigenlijk het antwoord de dood van 4-4-2 en de geboorte, of de herboord van 4-3-3. Want toen was het, omdat ik zei ook van de start van de Spaanse dominantie, was het veel 4-3-3, heel veel dubbele pivot of een alleen 6 en 2 achten. Maar in Engeland was het heel veel 4-4-2. Mm-hmm. 4-2-3-1 was Mourinho die een beetje daar een hybrid kwam brengen met zijn middenveld toen hij Makalele had en Balak en Lampard. No. Maar het was heel veel rug en een bepaalde speelstijl, zal ik maar zeggen, iets meer directer en zo. En toen hij Pep is gekomen, toen hij is toegekomen bij Barcelona bij de eerste ploeg dan. Ja, het kort voetbal, het combinatiespel was er terug weer ingekomen. Het technische was weer naar boven gekomen. En vooral de false nine. En voor mij was het meer ook geloof van, ja, de echte spitsen gaan... Het is nog een lange tijd wel doorgegaan, maar de echte spitsen worden heel stiltjes aan naar de deur geduwd. En het is zo nu meer zo die... we kunnen kort bewegen op korte ruimtes, kunnen doordraaien, heel soepel bewegen. En Vias bijvoorbeeld daar een perfect voorbeeld van. Niet de grootste spits. Maar wij zeggen maar wel, dat is een echte spits. Ja. Terwijl dat wij vroeger zouden zijn, een echte spits is, ja, je moet 1,90 meter zijn, je moet stevig zijn. Target. De bal moet op je borstkas komen, die moet daar blijven plakken. En dat zeg je wel met het Barcelona van Pep Guardiola was van, nee, we gaan die traditionele, maar bijvoorbeeld ook Carles Puyol, ja, hoe groot is hij? Niet de grootste centrale verdediger. Hij is niet zo groot. Hè? Ja, zo alle traditionele dingen van, een centrale verdediger moet zo lang zijn en een spits moet zo lang zijn. Nee, we gaan dat allemaal weghalen. Zelfs een keeper, hè? Ja, en uw back. Want toen waren we nog op defensieve backs, want toen hadden we nog heel veel goede backs die defensief goed waren. Ja, nee, mijn rechtsback is defensief oké, goed. Maar aanvallend is hij supersterk. En we gaan meer spelen naar zijn kwaliteit. Terwijl de andere ploeg gaan zeggen, aanvallend is hij goed, maar defensief... Ja, oké, we gaan voor iemand die defensief iets beter is. Mm-hmm. En dat is gewoon... En er zijn heel veel dingen dat jaar, en eigenlijk ook de vorige finale, dat heel veel dingen zijn veranderd, vind ik. Heel veel dingen zijn veranderd in het voetbal. Hoe dat we kijken naar speels, hoe dat we kijken naar middenvelders. Ja... Iniesta start niet in de Premier League in die jaren puur op gestalte. Maar technisch is hij gewoon de beste. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dat is gewoon, ja, ik vind dat super gek. Kunt jij je daarin vinden, Marcus? Ja, vooral omdat hij is iemand die van Engels voetbal houdt. Snap je? Dus ik snap voor Engels zo was dat zo van, oh my god, is this football? Terwijl,
ja, als je denkt aan bijvoorbeeld 4-3-3, Frankrijk speelde ook 4-3-3. Snap je? Xavi zat ook in die ploeg. En ja. Wanneer ze winnen van Arsenal in die finale, is het ook Iniesta die het verschil maakt van de bank. Snap je? Dus in Spanje was dat natuurlijk niet nieuw. David Villa was, voordat hij kwam naar Barça, een van de beste ter wereld. Valencia? Ja, Valencia. Ja. Dat was met David Silva, dat was Joaquin. Snap je? Ja, dat was een ploeg. Ja. Pablo Aimar, denk ik, ook in die ploeg. Ja. Ja. Dat was een ploeg. Man. Dus in die zin snap ik wel dat dat dominante verhaal, want je komt van die periode waar het even Barclays Premier League aan de top is, dat heeft dat dominante verhaal even, wel even geswitcht. Zo van, oh. En ja, zo kun jij ook winnen. Doe even je huiswerk. Kom laat, kom laat terug. En je ziet dat dat jaren heeft geduurd voordat teams zich konden aanpassen. Ja, want, gezegd. Want als je tegen de Spaanse ploeg kwam, dan wist je van, één, je gaat leiden, zoals je zegt, want je gaat de bal niet hebben. En ja, hoe minder je de bal hebt, dat is gewoon de waarheid. Ja, hoe minder je de bal hebt, hoe minder kansen je de wedstrijd gaan kunnen winnen, want je gaat minder kansen hebben. En toen was het gewoon, elke ploeg dat tegen de Spaanse ploeg tegenkwam, was van, oké, jullie gaan de bal hebben, wij gaan proberen te verdedigen. En ja, Barça was gewoon de ultieme versie daarvan, is van, ja, oké, maar je gaat de bal echt heel weinig hebben. Waar we wisten dat je dacht van, oké, 20% balbezit, do you. Dat is gewoon aftrap 5 keer, omdat je 6-7 keer gaan scoren. En dan is het nog een aantal keren misschien gelukje dat je eens de bal kunt terugkrijgen. Mm-hmm. En dan moet je zien dat ze niet meteen terugpressen om de bal te krijgen. Het interessante hieraan is, er was in Engeland wel een ploeg waarvan Engeland dacht, zij kunnen Barça aan. Want ze noemden ze ook een beetje het Barcelona van Engeland. Dat is, en dat is, ja, maar dat was wel, ja, het was wel begrijpelijk hoe erover werd gesproken. Ah, ja. En dat is Arsenal. Yes. Arsenal die Barcelona in die jaren heel vaak is tegengekomen. Te veel zelfs. Nogmaals, onze excuses daarvoor. Je moet geen sorry zeggen. Maar Arsenal op voetbalvlak en op vlak van talent, filosofie, kwam wel heel dicht bij Barcelona. Heel compatibel. En heeft ook wel een niveau behaald in pieken. Maar ik denk niet lang genoeg op seizoenen, waarvan gedacht van, die kunnen echt wel gewoon iedereen aan en die kunnen echt wel pijn gaan doen. En Arsenal komt Barcelona dan tegen, meteen na de groepsfase. Yes. Nogmaals, mijn excuses dat je dit Barça moet tegenkomen, maar in 2 wedstrijden, de heenwedstrijd, wint Arsenal. Mm. En daar denkt iedereen eigenlijk van, misschien gaan ze het gewoon doen. Ja. Maar dan moeten ze terug naar het Camp Nou natuurlijk. En dat is een ander verhaal. Maar we gaan even kijken naar de doelpunten van Barcelona. Zowel in de heenwedstrijd als in de terugwedstrijd. Emirates, toen was het nog fresh. Het was nieuw. Messi zei, weet je wat? Ja, man. Mijn nieuwe speeltuin. Maar hier zie je wat je daarnet zei. Villa die nu gewoon in het centrum staat. Heeft niet offside met VAR? Ja, VAR. dat is ook zo'n hele jonge. Want er zijn een paar fases. Ja. Dat ik denk van, niet vergeet, UEFA Lona was ook zo het grootste verwijt dat we kregen. Dit is het seizoen waar Mourinho helemaal hem gaat en zegt van, Barça wordt al 3 jaar geholpen. Het is gewoon onside, papa. Het is gewoon onside. De lijn is getrokken, vriend. David Villa stond nooit offside. Clichy, ik weet niet wat de clichy daar aan toe was. Aan het slapen. Maar hier zie je wel zo het... Deze was het probleem, man. Ze staan met 2 centraal. Pedro, David Villa en Messi wordt dan eigenlijk een spelverdeler. Dat systeem was zo hybride. Snap je? En het ik ging bijna goed. Ik ging bijna schelden. Ik hou wel van. Ik hou wel van het positieloze dat je had in dat systeem. Ja. Dat zij een bepaald stramien moesten respecteren tot 30 meter van het doel. En dat was het. En dan was het total los. Free Willy, iedereen. Ja. Go ahead, man. Maar dus hier de terugwedstrijd. In deze Camp Nou. Croquetta van die Iniesta, toch? Allee, en deze... Maar deze was man. Die vandaag gezien met Mesut Özil. Maar dit is de originele. Ja, dit is misschien een van de haarste doelpunten. En die is nog ooit. Moeilijker, snap je? Dit is een van de haarste doelpunten in de Champions League tegen Arsenal. Nasty, man. Terwijl dat jij... Want toen was nog met zo die doelpunten dingen. Ja. Dus als jij uitscoorde, speelde dat dubbel en zo. Dus de druk is hoog, weet je? Ja. Champions League vroeger, de druk in de knock-out fases was hoog. Maar hier, dit zijn tijden. Mensen waren bang om naar Camp Nou te komen. Ja, absoluut. Ja, maar dat was ook absoluut. Een ding, hè. Want dat is ook het seizoen waar Real Madrid in de competitie 5-0 kreeg. Een pak slag heb je gekregen. Ik wou dat gewoon even vermelden voor de fun. Manita. Maar dat is het ding, hè. Dat is het ding, hè. Op dat moment ook. In de Champions League was het zo... Je moet eerst eindigen, want als je tweede eindigt en je loopt Barça, wat dan de situatie was van Arsenal, dan is het gewoon gedaan, snap je? Mm-hmm. Je weet van, je gaat die wedstrijd niet winnen. Ja. Onmogelijk. Paf. En dat valt mij hier nog op in die wedstrijden, dat dat nog redelijk open is. Ja. Snap je? Als je kijkt naar wedstrijden van 1 jaar, 2 jaar erop, dat gaat niet meer zo. Ja, hier zitten ze nog in een fase van... Ze zijn nog niet volledig aangepast. Ja, nog niet zij aangepast, gaan spelen, wij gaan spelen. Ja. Maar Arsenal was ook een van de weinige ploegen die zich echt heel erg ging aanpassen. Ja. Zij gingen ook gewoon zelf hun eigen spel spelen. En dan
Ja, dan speel je versie A tegen versie B, maar zij hebben een veel betere speler. En ook hier, iets dat we nog niet hebben besproken, is de infiltraties van de Iniesta's en de Xavi's. Dat in dat systeem ook zo waardevol waren, dat je die twee middenvelders hadden, die gingen geen 10, 15 doelpunten seizoen scoren, maar die gingen wel in de grote wedstrijden opstaan. En altijd de juiste lijnen lezen, altijd gewoon juist. Dit is een beeld dat we ook vaak zien, by the way. Penalties voor Barca. Ik kan het niet ontkennen. Winnen kost geld, man. Is Almunia een doel? Winnen kost geld, man. Is Almunia een doel voor Arsenal? Ja. Almunia heeft denk ik trouwens van Messi. En toen was Messi nog... Mensen waren nog bang van Messi op penalty. Nu zijn we bang om andere redenen, soms, snap je? Maar hij is lateraal. Ja. Maar ik denk dat bij dit doelpunt is, bij de viering, dus ga even blijven kijken, waar dat hij ook zo... dat hij nog het publiek opjut en zo. Ja. En die Messi... Ja, hongerig. Ja, man. Hij was echt... Iedereen die eet, is smakelijk. Hij moest echt bang zijn van die man. Want hij was boos. Hij had... Kijk, deze. De juiste arrogantie. Zo. Ja, je zag hij genoot echt van het voetbal toen. Ja, maar hij was gevaarlijk, man. Hij was echt een cold killer. En wat is ook gewoon hongerig. Ja. Ik weet niet, hij was nog jong toen, hè. Ja. Dat is het ding ook. Hij was echt nog niet zo oud. Ik denk dat ze nog steeds onder 25. Ja, ik denk dat hij 23 was. Dan, crazy. Een van de beste versies. Ik geniet ervan. Ah, dat truitje geeft me zoveel trauma's. Ik heb zoveel keer zijn rug gezien, bro. Maar ja, dus het Barcelona van Engeland is dan uitgeschakeld. Ja. Boe. En ik denk... We hebben de controverse eruit gelaten, maar dat is niet erg. Controverse, de maar. Doelpunt van... was dat daar? Nee, de rode kaart, toch? Van? Van Persie. Oh ja, maar het was een doelpunt, toch? Allee, Hij had getrapt. Ah ja, had hij gescoord? Nee, hij trapte er gewoon. Die man had geen rechtervoet. Ja, dat was een robbery. Maar we kunnen het over hebben, hè? Nou, was een robbery. We kunnen het over hebben. Nou, jullie werden zo vaak bevoordeeld. Dat broer, was echt crazy. Barça is een nette club, bro. Nee. Wat jullie daar doen in Engeland, roepen tegen de Rijf en trappen als het offside is, hier niet, broer. Rijf heeft gefloten, bal stil. Er zijn 120.000 mensen in het stadion, denk je dat ik je fluitje kan horen? Xavi hoort die mensen ook, die doet dat ook niet. Ik moet eerlijk zijn. Ik herinner mij die match live. Was echt bullshit. En ik vond het hoort ook wel... Je hoort de ref niet fluiten. Nee, dat was... Dat was zo luid in het Camp Nou. Ja, en misschien context geven voor iemand die het niet zou was weten. Was het 1-1 of 1-0? Dus Robin van Persie heeft al geel. Ja. En hij krijgt een actie, diepe bal, denk ik. En hij trapt in één tijd. Maar de ref heeft gefloten voor buitenspel. Ja. Hij trapt na het fluitsignaal, krijgt tweede geel, rood. Ja. Eruit. En dan weet iedereen in Barcelona. Ja, ja. Het is toen wist ik al van Persie gewonnen. Is ook op dat moment, hij is de supervillain. Hij is de supervillain. Hij speelt op een ongelooflijk niveau. Mm. Maar de hele controversie is, Robin van Persie geeft duidelijk aan van... Hij kon dat niet horen. En het is echt waar voor de mensen die die wedstrijden zouden gaan terugbekijken. Het stadion was zo luid, dat je op tv heb je dat ook niet gehoord. Als een volkamp, En daar vond ik een beetje jammer. En daar moest de referee een beetje aanvoelen. Van. Plus ook, kijk, gewoon even logica gebruiken. Waarom zou ik de bal wegtrappen? I'm already losing. I'm not winning the game, snap je? Nee, maar... I'm already losing. Dus ik snap dat, hè. Vroeger was het zo, je trapt de bal, je moet goed tijd trekken en al die dingen. Nou, je trapt op doel, hè. Ja, maar als we zeggen in de essentie van hij wil de bal wegtrappen, omdat hij niet tevreden is met de beslissing... Ja, ik ben aan het verliezen. Dus hoe ga ik tijd rekken als ik al aan het verliezen ben? Snap je? Dat doesn't make sense. Mm-hmm. Daar moet de ref gewoon eventjes zeggen van kijk, oké, je hebt dat niet gehoord, blablabla, let erop. Maar ik denk ook, Marcus zei dat net, toen was iedereen bang om naar Camp Nou te komen. Omtrent de ploeg, de druk, de sfeer. Het was echt altijd packed. Bijna 100.000 mensen. Hoort niet maar ik denk ook... Broer. Maar ik denk dat dat voor scheidsrechters ook zoiets was van... Ik moet daar gaan fluiten, weet je? Ja, ja. Ik denk dat je in Bernabeu ook niet wilt gaan fluiten als die een als die de hele wedstrijd hebben verloren en jij weet, ze gaan nu weer proberen 4 keer te scoren. Ik denk dat jij daar ook niet wilt gaan sowieso, fluiten. Sowieso. Dus ik denk dat die druk niet enkel voor de spelers is, maar dat eigenlijk een beetje... Ja, maar dat was die hele... Wat je zei, UEFA London Narrative heeft dat wel heel hard geboekt. Want er waren wel een paar mensen. Ja, het was al erg een paar jaar ervoor met Chelsea. En dan gebeurt dit. En dan nog ook andere fases waar we niet over gaan spreken. Hè, maar the game is the game, man. The beautiful game. Ja, dat is niet the beautiful game. Zo kan je gewoon dat Barca-fans zijn. Hè. Volgende game, man. Zeg het eens. Arsenal ligt eruit. Ja. En dan is het weer een ploeg waarbij ik mij wil excuseren. Want het zijn ploegen met leuke projecten. Shakhtar Donetsk. Ja, maar Shakhtar staat op dat moment bekend als een ploeg die heel veel Brazilianen binnenhaalt. Een mooie VZW. Die... Ja, een 5-1 op Ados komen.
Maar die echt een leuk project heeft, die het Europees altijd goed doet, die wel altijd uit de groepsfase is geraakt en die wel ambieert om zo kwartfinales zoals hier te behalen en misschien zelfs hoger. Ja. Maar ja... Well, you tried. Ja, you tried. Ja, en, kwartfinale is mooi voor hun, hè? En ik denk, voor hun is het eigenlijk nog een beetje erger, want zij moeten eerst naar het kamp nou. Ja. Dus zij kunnen niet eens een beetje hoop opbouwen thuis of zo. Maar dat was het ding. Dus gewoon direct naar de slager. Wilde je vroeger liever eerst uit of thuis? Barça? Ja, nee. Voor in het algemeen. Voor jullie mag het niet. Nee. Ja, liefst, nee, ik denk dat je altijd liefst eerst uitspeelt. Dan omdat thuis. Je dan thuis kunt... Ah, waar, maar dus aan Forchetta zou je dan toch denken van... Nee. Als we hier, ja. Respectabel dat geldt voor maar elke ik denk ploeg. 3-1 verliezen. Behalve als... Ja, maar voor Barça, weet je, is het voor, ook als je thuis of uit, dat mag niet uit. Ja. Ik denk dat je bij Barça, dat je dan zegt van, weet je wat, ik speel liever eerst thuis. Ja. Ik bouw mijn kaarten op en we zien wat. Ja. Maar dus de eerste wedstrijd, Shakhtar komt naar Barça. En hier weer zie je die ruimtes. Ja, maar... Ik sta nu even op stil het beeld. Ik ga pleedrukken, maar gewoon om even aan te tonen waar Messi staat met de bal. Mm-hmm. Ja, dit is de spits. Snap je? Op papier is dit de persoon die het verste of het hoogste, diepste op het veld staat. En hier staat hij gewoon in de middencirkel met de bal. Ja, nostalgie is het. Dan zie je de flanken komen naar binnen. Kunnen we eventjes gewoon kijken naar de sponsorborden? De PlayStation 3? Ik heb dat ook gehad. Nostalgie, man. Ja, dat is echt crazy, man. Mag ik op pleedrukken? Ja, dat mag nu wel, meneer. We kijken naar de beelden. En daar zie je ook David Villa, die nu eigenlijk in de spit staat. Adriano. Dit Adriano, die op links speelt. Dat is omdat Abidal toen uit was, met ziekte. Maar nu weer in Insta. Nee. Wow, dat is niet breed, zegt. Oké. Korte hoek. Ja, nee, soms bij Barca ook gewoon... Nee, roekeloos. Ik denk dat hier een peppertje roepen, breed. Want toen hadden we ook zo die reputatie van Barca, we zijn zo te netjes, zo, altijd, te brave jongens. Altijd, nee, Insta is staat. Nee, dat is ook iets wat Barca verweten is, of Guardiola alles is zo, dat door hem dat spelers niet meer naar doel trappen. Ja. Maar ik geloof dat echt wel. Dat ja, maar sorry, als je in een kleine baklijn bent en je trapt dan nee. trappen we ze. Dan, kijk, we, dan durven we ze. Dit is gewoon de type. Zieke bal, hè. Zieke bal. Nesta, die campagne echt wel sterk. Maar iedereen heeft het over die bal, maar Brian heeft het ook al een beetje gezegd daarnet. Ja, maar de loopactie van Dani Alves... Was niet te onderschatten, snap je? Mm-hmm. Om deze lijn altijd te zien en juist te lopen en zo. Weet je? Dat is uw rechtsback die op de penalty stip een bal ontvangt. Dat is een andere type skill of zo. Maar die pas is ongelooflijk. Voor jonge voetballers, hij moest niet met links op het effect. Maar hij is Braziliaan. Ja, maar even met context. Iedereen die niet Braziliaan is, moet met links trappen. Niet iedereen kan dit doen. Anna was perfect, dan gewoon links op voet. Marcus Braz zegt daarnet nostalgie. Mm. Heb je dat gevoel ook als je nu naar de beelden kijkt? Offside? Nee, geen offside. Vooral naar gewoon die goede tijden. Nog zeker als Barca-fans. Welke goede tijden? We hebben altijd goede tijden. De laatste jaren waren rocky. Ja, bro. De laatste jaren en ze hebben in 2022 de La Liga gewonnen. Ja, maar dat toont natuurlijk onze... Ja, no, nothing about Seth. Nu hebben we 1 jaar, 7 jaar gehad, dan hebben ze het alleen komen halen. Lewandowski en Spotify erbij. Dat toont de levels natuurlijk. Shout naar Rosalia, man. Hier zien we het weer, combinaties op een corner. Is niet direct getrapt. Dat is de eerste keer dat jullie gescoord hebben op een corner. Ja, maar hier dubbele blok. En plus, dat is een mooie basketballplay. Dubbele screen. Curl around the hook. United was aan nog spits. Lukaku zou zeggen, top of the key. That's crazy. Wel, weet je, kan dit clip. I'm a fine this episode. En Gerard Piqué, ja. Ook, ja. Hebben jullie gewoon eigenlijk kampioenschap gegeven, hè? Hier zei Keita, dat is mijn guy. De ultieme bankspeler. Nee. Mooi. Nee, die gaat naar Jonny Obi. Ik snap wat je bedoelt, maar... Die gaat naar niet. Of de ultieme invaller. Nee, ook niet, man. Jawel, man. Nee, want die zie je in de finale. Ja! De ultieme invaller zie je in de finale. Ja. Ja, man. Maar als in Seydou Keita, die... Onderschatte speler. Ja, maar die was zo goed. Ja, man. Maar die accepteerde zijn rol. Ja. En die heeft dat jarenlang gedaan. Als één van de drie middenvelders uitvalt, dan ben ik er. Naar. En waar ik moet staan... Mag niet uit. 6-8 is oké. Maar dat zijn de spelers die je ook nodig hebt volgens mij om kampioenschappen te halen. Henley, ik was hype om de highlights te zien, broer, maar niet veel highlights. Pam. Het is in die zin ook dat ik vind dat Barça de standaard heeft gelegd als het puur komt op je team bouwen. Snap je? Welke profielen zoek jij? Dus wij zoeken een Pedro, wij zoeken een Abidal, wij zoeken een Keita. Hm. En dan had je aan de andere kant van het land, Real Madrid was nog bezig aan een nieuw Galacticos project, snap je? En je zag het verschil in... Bom. Relatief verschil in succes, want Real Madrid speelt ook gewoon halve finales en doet het ook gewoon goed. Ja, zij waren wel op zoek naar die tiende. Snapte? Ja, maar ja. Want er zijn spelers die misschien in uw hoofd
Als je de vraag stelt, zou je Ronaldo in de plaats van Pedro zetten? Sommige mensen zouden ja zeggen, maar als je ziet hoe goed dit systeem werkt, moet je soms ook aanvragen, is dat effectief ja? Snap je? Maar ik denk ook dat je, inderdaad, als het over deze periode gaat, en dan Real Madrid, dat we zo zeggen van, dit is dan geen succesvolle periode voor Real Madrid. Ja, maar als zij de beker willen winnen, moeten ze voorbij dit Barça. Als ze de Liga willen winnen, moeten ze voorbij dit Barça. En als ze de Champions League willen winnen, moeten ze ook voorbij dit Barça. Je moet perfect zijn in La Liga. Want dit zijn de periodes, dit zijn de jaren waar daar 5 klassico's op een jaar waren. Hè? Mm-hmm. Dus ja. Hoe waren we verwend? Ja, en ze eindigen overal tweede. Ze zijn halve finale Champions League, ze eindigen tweede in La Liga. En ze spelen waarschijnlijk de bekerfinale tegen Barça. Ja. Daarom relatief. Het was super Copa, komen ze nu naar. Nee, maar ja, maar dat is zo van, oké, niet succesvol. Maar ze staan wel overal op 1 of 2 wedstrijden verwijderd van, snap je? En rond deze periode shift het ook een beetje. Real was zo voor 2011 een beetje. Wanneer ze Mourinho binnenhalen. Ja. Dat is wanneer ze echt doorhebben van, oké, wij moeten Guardiola op een of andere manier stoppen. Ja. En dan haal je de meesterstopper. Snap je? José. En dit is dan een terugwedstrijd waar dat eigenlijk alles al is zo'n ruimte van als Shakhtar vandaag tegen Barca speelt. We hebben heel veel gespeeld voor formaliteiten en zo. Moest Messi die wedstrijd spelen? Moest hij daar zijn? Champions League, papa. Hier gespeeld alles. Ah, Boya moest spelen. Ja, maar we hebben het daar net over. Dit is de Messi die nog honger heeft, snap je? Dit is oranje Adidas schoenen, Messi. Dit zijn de originele effecten. S50's. Dit is de Messi die nog achter alle records aan gaat jagen, weet je? Ja, ik denk dat gewoon elke wedstrijd zo spelen. Honger van voetbal. We zijn er door. Ah, dat was geweldig. We zijn er door. En dan komt de halve finale. Yes. Voor mij misschien het mooiste waar kan gebeuren. Een klassico in een halve finale van een Champions League. Mm-hmm. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Maar het was ook zo. Het was langs de andere kant was het Engelse halve finale. En het was langs het was links was het Engelse halve finale. En rechts was het dan de Spaanse halve finale. Menu tegen? Ik wil zeggen Chelsea. Chelsea? Maar ik weet het niet meer. Ik denk dat het ook tegen Chelsea was, maar het was gewoon. Ik weet dat het verdeeld was op dat moment. En ja, op dat moment, dan weet je ook wel van oké, we gaan niet een all-Spanish finale hebben. Want je hebt dan heel veel jaren die al Clasico's meegemaakt, die finales. Als neutrale fan ben je een beetje beu, want je wilt een beetje andere wedstrijden zien, je wilt andere matchups zien. Dus ik was blij dat het op die manier werd geshaped. Maar ik wist wel ergens van oké, je gaat wel een probleem tegenkomen in die finale. En dat is dan Barcelona. Maar zoals je zei dat jaar, Barça oppermachtig tegen Real Madrid, heel het jaar lang. En dan moeten ze elkaar nog eens tegenkomen in de Champions League. Dan gaan we dan zo meteen zien aan de beelden dat dat gewoon elke keer voor Barça gewoon standaard, we komen weer naar training even. Gemakkelijk was het nu ook niet. Nee, deze niet. Ik vond van alle wedstrijden wel dat in de Champions League de moeilijkste waren voor Barça om te winnen. Maar het was wel zo van, ze hadden wel die zelfvertrouwen van, we hebben al wel de vorige wedstrijden gewoon simpel kunnen winnen. Ik kan met deze, de heenwedstrijd van de Champions League, halve finale op Madrid, is volgens mij de moeilijkste wedstrijd die Barça ooit heeft gespeeld. Ja. Dat was, ik kan me herinneren dat ik de opstelling zag. Ik heb anti-voetbal al gezien en meegemaakt. Maar dit was op een ander niveau. Mourinho heeft toen gezegd, ons doel vandaag is de ploeg blokkeren. En het zat gewoon, er stonden overal verdedigers. Mm-hmm. Op het middenveld stonden verdedigers. Ik bedoel, het was overdreven en ik kan me echt herinneren dat ik die wedstrijd zo... We hadden Clasico's gewonnen in La Liga, in de reguliere seizoen, competitie, al die dingen. Maar dit voelde je aan als in, maar een Clasico die kan beslissen wie naar de Champions League finale gaat, is nog anders. Is voor de eer van Real Madrid het hoogste waar is en voor Barça misschien de grootste challenge. Ja. En dat is hoe ik naar die wedstrijd toeleefde, toch? Ja. En dan zag je zo de tactische plannen die Mourinho al een beetje aan het voorstellen was. En dan dacht je echt van, dit wordt echt een schaakpartij. Kleine verbetering, het was Schalke tegen Manchester United. Toch? In de halve finale, ja. Het was niet, het Schalke van Raul? Ja. Ik denk dat wel, want die zijn zo'n jaartje ver geraakt. Ja, oké. Dus dat was Schalke tegen Manchester United, en niet Chelsea. Het Real Madrid, wat was uw gevoel toen we hun moesten tegenkomen in de halve finale? Dit Real Madrid met Mourinho, toch wel een beetje de super anti-held villain is. Want het ding is, we spelen die 5-0, maar mensen vergeten, dat is de eerste Clasico van dat seizoen. Mm-hmm. En ik weet nog... Poen, Mourinho was nieuw en Perez wou een beetje dat hij matchte wat vuur Barcelona met vuur deed. Ja, snap je? Terwijl Mourinho, als het aan hem lag, zouden ze die wedstrijd niet op die manier hebben aangepakt. Mm-hmm. En in de tweede wedstrijd zie je ook van, oké, nu gaat het moeilijker. En dan zeker in deze Champions League. Mm-hmm. Dus ik had wel respect voor jou van, mooi. Dat is het gevoel dat ik gedurende heel die periode had. Bon, mijn ongelijk is bewezen, want sommige teams hebben ons gewoon geklapt. Maar ik had wel zoiets van...
Als er iemand ons gaat stoppen, is het Real. En als iemand Real gaat stoppen, zijn wij het. Ja. Dus die wedstrijd had ik ook wel respect voor hen. Zoals gezegd, dat was geen gemakkelijke. Tjoh. Nee. En de hele wedstrijd was ook rond het thema van je moet Messi stoppen. Hè? Pepe stond op het middenveld. Lassana Diarra stond. Hij speelde goed. Rechtsback, als ik me niet vergis. Hij speelde goed. En het is hem wel gelukt, die hele wedstrijd, om Messi uit de wedstrijd te halen. Mm-hmm. En je zag dat de andere jongens dan probeerden te combineren. Er waren niet heel veel kansen. Ja. En dan komt er eigenlijk een moment, hè, want we gaan nu naar de twee doelpunten kijken van die wedstrijd. Dan komt er een moment dat ik heel belangrijk vind in dit verhaal van Barcelona. Omdat het komt van een actie van Ibrahim Afellay. Mm-hmm. En dat is iemand die volgens mij iedereen is vergeten in die hele periode. Mm. Maar dat is voor mij zo het hoogtepunt van die bankzitters. En die jongens die invallen en die niet heel veel minuten spelen, zijn allemaal belangrijk geweest. En dit is voor mij dan het hoogtepunt als in iedereen is gefocust op Messi. Het is 90 minuten Messi blokkeren. Mm-hmm. En dan is het iemand anders die het toch deblokkeert. Maar wie is er dan toch weer aan het einde van die voorzet? Mm-hmm. Messi. Dus door de aandacht weg te trekken van iemand, kan je hem terug ruimte geven of zo. En dat was voor mij gewoon een masterclass. Dus hier die doelpunten. En ik zeg het, ik kan mij geen andere herinnering... Ik heb geen andere herinnering van Afellay bij Barca. Nee. Nee, echt gewoon geen. Dat is crazy, man. Nee, dat is echt waar. Maar die kan ook wel zijn highlight zijn. Ja, maar dit is misschien de belangrijkste actie van zijn carrière. Maar net van de Champions League. Ja. Dat is crazy, man. Maar ik was ook zo eventjes... ik was even heel kort aan het kijken naar de opstelling. En dan zag je daar Ronaldo die wedstrijd in de spits speelde. En ik kan me dan wel weer quotes gaan herinneren van Mourinho. Die zei van... Ja, Ronaldo is best altijd op de linkse flank. Maar had hem die of een aantal wedstrijden in dat klassico in de spits gezet. Ja. Want hij zei, je gaat niet 90 minuten lang achter dan Elvis lopen. Want dan ga je gewoon super moe zijn en die kun je dus aanvallend een beetje overhouden. Dus in die wedstrijden speelde hij dan met Di Maria. Eén foutje, wegglijden. Ja. En ook met Özil. Maar ja, inderdaad ook gewoon een heel stuk middenveld. Met inderdaad Diarra die er dan bij kwam. Om het zoveel mogelijk te gaan barricaderen. Goeie voorzet, man. Ja, maar Eén speler in de box, hè. Dat was een echte spits ook wel. Lekker. Ja. Beentjes dicht. Dankjewel. Hij heeft het eraan geleerd. Hij heeft het ervoor al gedaan. Casillas in de finale van de WK. Beentjes dicht. En de volgende. En dan komt hier... Dit is voor mij het mooiste doelpunt. De beste assist ooit. Dit is voor mij het beste Messi-doelpunt. Denk je? Ja. Hij heeft toch een soort lijken gescoord? Hij heeft er meerdere. Dit is voor mij het beste. Madrid. Heeft een soort, waar het was begonnen met Marcel, die elke fout moest maken. Mm. Dit voor mij was dat, denk ik, beste... Ja, toen hij hem dan terugkreeg van Sergio. En hij had dan zijn shortje gedaan. Dat was voor mij, denk ik, beste... Dat is voor mij het beste Messi-doelpunt. We zien Mourinho hier, die al... Boos. Achter de... Ja, hij zit in de tribune. Ja. Hij is weggestuurd tijdens die wedstrijd. Ja, ook weer... Maar voor mij is dit het beste Messi-doelpunt ooit, omdat... Je moet eigenlijk de hele match bekijken om te snappen waarom ik dat vind. Maar hij wordt de hele match geboycott, geblokkeerd. Mm-hmm. Dus de halve finale tegen Real... In hun beste jaren, in de grootste jaren qua rivaliteit. Het is zo echt gewoon ik tegen iedereen. Dat is te veel ruimte voor Leo. Ik tegen iedereen. Ja. Ik neem de bal en ik ga gewoon. En hij speelt tegen de beste spelers van de wereld. Hè? Ja. Kijk. De beste zit dan echt daar. Albiol en Sergio Ramos. Albiol. Nee, maar Lassana Diarra. Het is Lassana Diarra, Xabi Alonso, Marcelo, Ramos. Lassana was ook gewoon een bankspeler toen, hè? Ja, maar dat is door het systeem. Want hij was op dat moment een ongelofelijke verdediger. Ja, dat wel. Maar hij was gewoon bankzitter, ik denk. Ja, maar hij start deze wedstrijd. Dus dat betekent iets, snap je? Ja, oké. Pepe ook rode kaart. Dat was ook polemiek toen. Pinto die ruzie maakt tijdens halftime. Wanneer dat ze Pinto is de nummer één figuur speler in voetbal. Pinto is misschien het mooiste verhaal van dit Barcelona. Waarom? Want hij mocht ook enkel Copa spelen. Hij heeft één wedstrijd gekiept tegen Shakhtar. En hij mocht enkel Copa spelen. Ja, hij speelde enkel Copa. Maar ik heb nooit begrepen hoe een jongen als Pinto gewoon binnen is geraakt bij Barca. Ik weet niet wat zijn kwaliteit is. Ergens zijn er niet van Messi of zo. Of ze hebben samen een slaapkamer. Ja, ze zijn goede vrienden. Ja, ze hebben ergens een goede persoonlijkheid. Ik denk na zijn carrière is hij rapper geworden. Ja. Ik bedoel, hij heeft het leven geleefd. Ja, sowieso. Snap je? Ja, maar valt is ook zo. Trouw, Dirk komt daarna met United. Maar ja, Barca heeft dan 0-2 gewonnen op Real. En dan spelen ze in Camp Nou. We zeiden daarnet, dat is eigenlijk wat je het liefst... Ja, dat heb je het liefst, natuurlijk. Ja, maar als tegenstander niet wilt. Mm. En zeker niet als je een 2-0 achterstand moet ophalen, of een 0-2. Dus en met die uitdoelpunten tellen ze dubbel en zo. En dan weet je eigenlijk van, ja... Team verbande keeper. Dan weet je dat het moeilijk wordt. Alves is weg.
Messi niet diep steken. Er is natuurlijk veel meer ruimte nu. Ja, sowieso was er, maar dit moest komen. Maar deze pas. En dan gewoon tjak, tjak. En daar hou ik van Pedro. Tweevoetigheid. Kinderen die dit zien en niet weten wie Andres Iniesta is, hè. Ah, ik ga toch kijk, zie hier, hier zie je, man. In de grote wedstrijden. Ja, maar is tegen Real Madrid ook. Daarom, dat betekent net iets meer. Die goals komen niet zomaar. Ja, is crazy, man. Wat maar hier ook gewoon de afwerking. Hè. Het begint met Valdez. Hè. Het begint met Valdez die goed uitvoetbalt. Ja. Riskant, maar pas ze komen erdoor. Ja, riskant, maar ze komen erdoor. En dan die afwerking van Pedro was voor mij gewoon magnifiek. Op je zwakke voet naar binnen komen en daar toch gewoon gekruist goed afwerken. En plus een beetje regen, snap je? Plus voor dat is ze graag, want broer. Dat is ook wat ze zeiden bij Real Madrid, deden zo vaak zo, het veld niet sproeien, want die basisplaats gaat bij Barcelona. Dat waren ideale omstandigheden voor ons. Gonzalo Higuaín. Hey? Toen moesten ze wel met de spits spelen. Kijk deze pas, joh. Maar die lijn ook. Ja, achterlinie is nog niet... Daarom. Ja, maar in transitie, hè. Ja, moeilijk, hè. Maar dat is gewoon dat je ziet van voetbal is gewoon heel hard veranderd. Ja, zelfs strategisch en tactisch, dat heeft allemaal beïnvloed. Want nu daar, volgende dag, analyse dit, waarom sta je 2 meter achter de rest? Ja, dan is het match gedaan, hè. Dat zijn prachtige beelden. Prachtige beelden. Maar ik wil even terugkomen op Victor Valdez. Omdat we zijn begonnen in deze episode om te spreken over het feit dat Guardiola het voetbal heeft veranderd en dat dit de blueprint was. We hebben het even besproken, de keepers, maar Victor Valdez is wel is een van de blueprint van wat we nu overal zien. Ja. En bijna zelfs niet meer kunnen wegdenken. Of zo. Nee. Ja, keeper moet mee kunnen voetballen. Inderdaad. En hij was er heel vroeg mee begonnen. En nu zie je die keepers wel hoger staan, maar ik denk dat Valdez ook wel heel degelijk was met zijn voeten. En dan gaan we naar de finale. Mag ik eerst iets zeggen? Jij mocht iets zeggen voordat we naar de finale. Hij zal zijn trauma's aan de ruit aan te krijgen. Ik oprecht, dat was een periode in mijn leven dat ik echt Barcelona haat. Nu nog steeds een beetje. Van dat is maar we hebben elkaar 2 keer tegengekomen. Ja. Ik was een beetje bijgelovig. Dus wat ik vroeger deed was op mijn PlayStation. Ik had PES en ik speelde, want PES had je zo FIFA, ik had de UEFA Champions League. Ja. Dus ik speelde de finales op PES, maar ik deed gewoon simulatie. Dus wat deed ik? Ik deed gewoon de 2 opstellen dat ik dacht dat het ging zijn. Ik liet computer tegen computer spelen. En ik zat gewoon zo voor mijn PlayStation. Ik zeg, alsjeblieft. Laat mij een manier vinden om een Barça te winnen. Jaar 1. Dus 2009. Eto scoort op FIFA, want ik herken nog die score. Het was 2-0, 2 keer Eto. Ik was boos. Daarna kijk ik in de finale. Ik zie Messi doen. Check. Ik was boos. Deze keer, ik had hoop. Maar ik kijk zo. Ik zeg, Rafael is geblesseerd. Fabio moet starten. We hebben heel veel speels weg, snap je? Oh, nee. Dus ik denk, damn, is een andere problem. Match als Rafael, er is potverdikker. Niet andere match. We dodged the bullet. Maar ik had zoveel hoop, bro. En ik weet gewoon dat mijn PlayStation toen... echt gewoon, en ik wist gewoon dat ik die finale verliezen, man. Nah. Dat had echt pijn. En dan, ik heb die finale nu uit torture. Ik heb hem 3 keer opnieuw bekeken. Mm. 3 keer? 3 keer. Nee, 3 keer. X2.0. Ik ga niet 3 keer het halen, dus we gaan nu verdrijven. Maar ik heb hem versneld opnieuw bekeken. Eerste keer zeg ik, eigenlijk, we doen een good job. Hè. Ja, we hebben ons mannetje gehaald. Ja. Tweede keer kijk ik, drie keer. Ik zeg, gewoon een pak slaag gekregen. Maar hoe vaker je die wedstrijd terug opnieuw bekijkt, en hoe vaker dat je dan bepaalde dingen opnieuw gaat bekijken, of bepaalde fases gaat, denk je eigenlijk van, we waren gewoon echt tegen een ploeg dat oppermachtig was. Dat was een ploeg dat gewoon, ze wisten vanaf minuut 1 ze gingen winnen. En eerste helft leek het echt zo van, we zitten in die wedstrijd en we gaan kansen hebben. En we waren eigenlijk defensief, waren we eerlijk gesteld. Nee, het was gewoon Barca te zijn, want we houden even gewoon de bal bij. En het leek dat wij positioneel goed stonden. Maar dat was het helemaal niet. En dan had ik aan u, denk ik, gevraagd voor de beelden om ook de opstellingen. Heb je die? De opstelling heb ik net niet, nee. Ja, maar dus, ik had, dus als je kijkt naar de opstellingen, het was, bij ons was het Evra, het was Ferdinand, Vidic, Fabio op rechtsback. Want Rafael was dus oud in doelatje van der Sar. En op middenveld was het Carrick, Yissoum Park. Ja, Park speelt. Park speelde. Op rechts had je Valencia. Ja, die speelt. Links had je Rooney, Hybrid. En in de spits had je Hernandez. Nee, 10 had je Rooney, Hernandez had je in de spits. En links had je iemand. Ik weet niet meer wie het was. Maar ook aan die wedstrijd zie je eigenlijk van... Als je kijkt naar die opstelling van Man United, is het eigenlijk heel... Michael Carrick heb je al gezegd. Hè? Ja, maar bon, maakt niet zoveel uit. Ik mis 1 speler, maar... Je ziet gewoon op papier, die ploeg is zwak. Als je later terugkijkt. Op dat moment zeggen wij, oké, we hebben kans.
We gaan het op enthousiasme winnen, want ik weet ook dat Ferguson ooit zei in 2009 van mijn grootste fout was om Yusuf Park niet te selecteren voor de finale tegen Chelsea. Het is Giggs op het middenveld naast Carrick en Park op links. Ja, want Park moest een job doen op Messi. Ja. Dat was, ja, dat was... Op Messi Alves. Dat was de bedoeling. Yusuf Park ja, maar dat was, het was ding. Een guy ja. die komt op het veld. Die krijgt zo'n vriendschapsbandje. En die geeft aan de tegenstander. En zegt, wij spelen nu samen. Ja. Dat wij lopen ding. Samen. Jij gaat naar het toilet, ik ga naar het toilet. En dat was het ding in 2009. Ferguson had daar spijt van. Dus oké, deze keer zien we hem wel in de finale. Dus wij denken als fans ook van, oké. Want Park was ook zo iemand, finales, halffinales, hij was altijd daar. Ja, en dat was een werker. Ja, en oftewel scoorde hij zo sneaky. Dat was altijd belangrijk. Zie hoe Engels voetbal, dat is echt ja, een andere wereld. Ja, dat is gewoon... Die vertrokken echt met... Dat is mijn we got it. We ja. got it, guys. Yusuf Park, we got it. Want dat is ook het ding... Als je toen ook PES speelde, jij kon echt man marking instellen. Ja, dus ja, Yusuf Park wist van, dat is de guy die iedereen gaat dekken. Mm-hmm. Dus je had echt heel veel geloof als United fan. Ik ben United fan. Je had echt heel veel geloof. Ja, die ja, crushed my dreams. je hebt me echt pijn gedaan. En dan, ja, die wedstrijd start. En vanaf minuut 1, en ik zeg het u, de eerste helft denk je van, je hebt alles onder controle, maar dat was het niet. Het was Barca die eigenlijk bepaalde hoe dat die wedstrijd ging lopen. Dat is die illusie, snap je? Dat is die illusie van zo'n balbezit dat wij hadden. It's like snake charming. Dan wil je think you got it under control. En dan komt er opeens versnelling. Dan komt er opeens 1-2. Ah, die pijn, dan komt er opeens loopactie in de rug. Nee, echt, hebben veel ploegen zich daar een beetje aan mispakt? Aan zo het aandenken van het eerste half uur. Dat gaat gelijk op. En dat ze niet door hadden van maar ze zijn nu gewoon een beetje aan het opmeten. Een beetje zo in slaapwiegen, zeggen we zo. Ja. Ja, maar ik denk ook echt gewoon een beetje jullie patronen even herkennen. En een beetje zien van en hoe staan jullie en hoe lopen jullie? En eens als ze door hadden of zo, zag jij echt maar ik had wel... versnellingen in wedstrijden dat je dacht, wauw. Het waren wel zo, ik vond dat het niet het beste Barça was wel in de finale. Het was niet, maar het is een finale natuurlijk. Hè. Het is een maar finale het was niet de, en het was niet ook, het beste. Want dat is ook heel belangrijk, denk ik wel, om mee in context te nemen. Zij vallen wel tegen een heel goede ploeg. Ja. Manchester United op dat moment is kapot aan het maken. Hè. Dat is twee finales op drie jaar. Ja. Dus, de mooie tijden. Snap je? En het is daarom dat ik het zo hoog inschat, is om dat te kunnen neerzetten tegen die ploeg. Ja. Het kan niet perfect zijn, de wedstrijd. Het was ook geen Wembley. Ja, maar snap je wat ik bedoel? Alles was zo'n beetje zo van, het moet een Engelse winnaar zijn. Ik ga zelfs eerlijk zijn, als we kijken naar finale prestaties, was dit voor mij is dat een van de betere. Ik denk, als je heel de campagne bekijkt, was dit niet jullie beste wedstrijd, vind ik. Als je heel dat jaar bekijkt. Hè. Maar natuurlijk, je wint 3-1, dus niemand zegt iets. Maar... voor mij die wedstrijd, en ik ga blijven haken op de eerste helft, want dat is het enige wat ik me aan kan vasthouden. We spelen 1-1 gelijk tegen Barcelona de eerste helft. Dat is zo fout. Gelukkig is voetbal een verhaal van. Ja, het is een voetbal van twee helften. En dan hier zie je het. Die gaat breed lopen. Je krijgt hem mee. En trauma's. Hè. Wat mij opvalt in deze actie en bij de doelpunten, is zo het Manchester United van Ferguson is een heel goed georganiseerde ploeg. Maar je ziet hier... bij de doelpunten, dat ze zo... Ik ga niet zeggen in de war zijn, we maar weten zo, het niet meer. Ineens is het allemaal weg. Broer, ik zeg, Rio! Ze staan hier allemaal op positie. Rio! En ineens is het zo... Die Messi gaat weg en dit... Kijk, en maar, en... zie Pedro, hij loopt gewoon... Ja. Hij komt bij Vidic. Dat is oké, hij staat naast mij. En loopt daarna weg. En hier ook, waar een beetje, pas, waar ook een beetje jammer is. Maar ook die afwerking, sorry, maar kijk. Hij is perfect tweevoetig. Maar iedereen denkt daar, hij kruist. Maar de hele campagne kruist hij. Dat is goed. Dus van daar zit al die stap naar rechts en hij denkt, En dat is ook zijn laatste wedstrijd van Manchester United. Ja. En dan gaat ook daarna bij een bepaald doelpunt gaat hij ook zeggen van, ik denk, een van der Sar die iets fitter is of iets jonger is, pakt die met gemak. Maar dat gebeurt niet. Ik denk dat we nu wel de 1-1... Die stapt Pedro op links ineens. Yes. We hebben nu de 1-1 wel gemist van, van Rooney. Van Rooney. En je hoort Ferdinand er ook over praten, hè, dat hij het gevoel had dat hij heel de match niks te doen had. En deze, zei Van der Sar, dat is een match te veel. Moest hij hebben. Want die zou hij normaal gezien gewoon moeten hebben. Maar het was een match te veel. Ik denk dat dat meer is om zichzelf een beetje passie. Te... Ja, maar nee, maar ik denk ook Van der Sar, dat was een... Maar je ziet hier ook gewoon, hij staat tussen 5-6 man. Ja, je verwacht niet dat hij daar Messi schiet. En maar dat is ook het hele ding in die hele wedstrijd. En in die periode weet ik nog dat zo iedereen verwacht van Messi, krult die bal, verste hoek. In mijn hoofd is dit misschien zo de eerste keer dat ik Messi kort zie schiet of zo. Maar dan... Ja, en zie, en hier moet jij die hij moet die eigenlijk hebben. En dat is wat hij zei van de maar zie je, hij zet weer die stap. Ja. Met omdat hij niet kan zien, maar ik kan dit niet zien. Vidic staat ervoor, dus hij moet de stap zetten. Snelle. Die man. Die snelle. Voetje zitten, papa. Je had hem.
Harde pijn, man. Dat is wel de wedstrijd waar ik heb beseft van voetbal gaat snel, joh. Mm. Ah, ja, mijn hoofd gebroken. Als één ploeg gewoon echt een niveau hoger kan schakelen, dan kan het echt een lange 45 minuten worden. Je weet toch, hij trapt hier tegen de boardingen. Ik hoopte echt zo van hij heeft zijn boetje gebroken. Ah, ja, Pip. Toen zei hij, weet je wat, ik kom hier binnen een paar jaar terug, ik ga hier alles pakken. Hier, Luis Nani. Ah, dit. Ja, is wel jammer voor dit hem. Dit heeft mij echt... Nee, want... Wacht, dat is jammer voor hem. Nee, wat komt? Ik pauze. Ik zet pauze. United fans staat 2-1. Het is mogelijk. Mm-hmm. Wij weten, we hebben wapens op de bank. Huh? Luis Nani. Deja, wat staat hier? Maar Javi Hernandez. Ferguson, jij bent mijn guy, maar ik weet niet wat je toen deed. Toen moesten gewoon... Giggs moest gewoon op die 10 spelen. Nani moest links, Valencia rechts. En we moesten gewoon Rooney in speed. We moesten gewoon voor die pure speed. Mm. Fabio komt eraf. We zeggen, yes, eindelijk. De slechte broers eraf. Nani komt erop, alleen zijn rechtsbakken zeggen ja. Snap je? Luis Nani. Hij gaat iets doen. Want die jaren, Ronaldo was weg en Nani is bevrijd. Hè? Dus wij denken, Luis Nani komt erop. Hij gaat alles openen. Hè? Hij gaat een actie maken. Ik weet niet wat hij gaat doen. Hij gaat iets doen. Ik reken op Luis Nani. Dit is dus hoe zij ja, dit ja. Wanneer zij dit dat ziet. Is echt grappig. Ja. Wacht, maar, mag ik commentator zijn eventjes? Huh? Oh, gewoon United commentator. Ja, okay. United commentator. Luis Nani valt in. Ja. Nani, oké, let's go. Huh? Super blij. Ik zeg, ja, Nani, Portugees ook, snap je? Portugees Cabernet, dus we zijn super blij. Hij komt terug. Huh? We gaan tellen. Hè? Hij is nu al 5 seconden op het veld. Hè? We gaan tellen. Ja, oké, okay, Fabio komt eraf. Rustig. Hè? We gaan blijven volgen. Nu, oké, regie, we gaan even Nani nog even in beeld halen. Aantal appearances en al die dingen. Okay. Allee, Leo, toon hem eens wat we doen in Spanje, bro. 1-1. Hey? Oké, okay, ça va. Hier, oké, druk. Goeie druk. Die bal komt terug. Nani zegt, oké, okay, hier, 1-1. Ik heb Messi... Ja, ça va. Messi gewoon. Kom naar binnen. En dan hier, David. Ja, ga ook niet. Deze controle vind ik lekker, man. Kijk deze. Wat een balverlies. Ik heb hier Messi op de grond. In 18-tallen uitgescholden. En hier, David. De beste knee slide in football history. Ik heb hem in 18-tallen uitgescholden, man. Dat was echt een probleem, man. Van savior naar wat doet jij op een minuut? Dat is ongelooflijk. Dat is uw eigen fout. Dat is ongelooflijk. Op een minuut? Bro, Messi heeft hem uitgekapt. Hij heeft dan de bal niet kunnen recupereren. En we hebben de bal uit, gewoon meteen balverlies. En dan dit. Broer, damn. Weet je hoe moeilijk het is om in zo'n match te komen? En dan hier. Ja, wat wil je dat hij doet, bro? Ja, nee, dat is niet snap je? I know. Nou, dat heeft vandaag me echt boos gemaakt. Ik kan niet liegen, hè. Nu dat ik die club zo zie, ik heb echt medelijden. Ja, ja. Want, maar je moet... Nee, maar je moet begrijpen, zijn kinderen waren het aan het kijken. Heel het jaar lang hoopten wij... Nee, die finale hopen gewoon van... Oké, we hebben gewoon 1 spark nodig. Kom, Nani gaat het voor ons doen. En dan is hij de persoon. Maar weet je wat voor een druk dat ja, is? Ja, dat is jij speelt crazy, tegen dit Barcelona en de coach zegt tegen u, Nani, ik reken op jou. Ja, man. Eerste man die jij ziet wanneer jij binnenkomt is Messi. Messi zit op dat moment aan 12 doen. En die afwerking van Villa ik mis dat, heb ik jarenlang getraind. Ik mis dat. Ja, dat is voor mij de beste. En gewoon standvoet, binnenkant voet, meteen erover zitten. Dat was voor mij, denk ik... Ja, dat is die individuele kwaliteit. Dat vergeten mensen soms aan Barca. Ah, het systeem en Guardiola en de. En teams hebben geprobeerd, zoals ik zeg, dat was de standaard. Teams hebben geprobeerd van, oké, laten we dat ook doen. Mm-hmm. Maar we hebben ook een beetje de game getricked. We hebben de spelers die wij hadden, dat vind je niet overal. Misschien, ja, en de Bayern onder Guardiola en City onder Guardiola hebben dat ook wel gehad, maar zo qua voetbal-IQ... In een starting 11, ja, dit is het hoogste voetbal-IQ dat ik heb gezien in een ploeg. Maar dat begint met middenveld, denk ik. Ja, dat heb je niet IQ overal. IQ is zo hoog. Busquets, Iniesta en Xavi, ja. Dat is wat ik bedoel. Daar ga je niet op kunnen opboksen, zo mogelijk. Dat zijn voetbalprofs. En toen dat jaar, als je Busquets wou pressen, hij deed gewoon... Oké, ik draai even door en ik speel een... Gewoon een droge guy, V-beweging. Ja, dat is niks speciaal, hè. Dat is niks speciaals, hè. Maar op dat moment ook, als je jonger bent, begrijp je Busquets ook niet. Hè? Ja, je wilt die Busquets zijn. Wat doe je daar? Ja, dat is later dat jij beseft hoe goed hij is. Ja. Ja. Hetzelfde met Carrick. Hè? Ja, absoluut. Er waren 2 Busquets-types op het veld. Alleen eentje was gewoon 10 keer beter. Maar ja, Carrick was ook zo eentje. Ja. Ah, doe pijn. Brian, je hebt iemand die jij wou highlighten. Ja. Uit deze ploeg, uit deze campagne. Maar vooral ook in de finale. Ja. En dat is Dani Alves. Dani Alves, waarom hij... Er zijn een aantal dingen eigenlijk waarom ik Dani Alves heb gekozen. Eerst is het natuurlijk zijn aanvallende capaciteiten. Omdat we dus in een periode waren heel veel goede Braziliaanse backs op dat moment. Je had Marcelo, Maicon, Dani Alves. Ik denk dat je ook bij
later dan wel ook bij Atletico Madrid heeft Felipe Luis. Je hebt Maxwell ook. Ja, Maxwell inderdaad. Je had heel veel goede Braziliaanse backs. Maar hij was denk ik gewoon voor mij de beste. En het was een jarenlange discussie, was het Marcelo of Dani Alves? En dat waren ook koppeltjes, hè? Het was Marcelo, Cristiano en Dani Alves, Messi. En ja, in die wedstrijd bijvoorbeeld, of in deze wedstrijd bijvoorbeeld, ja, zie je dan, we zijn het dan daarnet ook, hier zo'n paar wordt erop gezet. Deels om Messi te stoppen, maar ook deels omdat je weet van Dani Alves staat erover komen, dus je hebt daar een loper nodig. En je mag dan de beelden starten. Je brengt gewoon bij Dani Alves iemand die technisch top is, maar ook heel veel verticaal gaat spelen, ook heel breed gehouden. En waarom het breed houden zo belangrijk is, ja, je bevrijdt Messi weer op dat middenveld, wat je soms een beetje vergeet. Hier als ze naar binnen komen, en dan zie je hier Messi, ja, komt er weer door. En daar vond ik heel belangrijk bij Dani Alves, was van, hij bleef die runs maken, al was het de 9e minuut, de 50e minuut of de 1e minuut. Hij blijft die maken, hier een slechte voorzet. Maar ook om weer te zien van, hij is wel aanwezig in die laatste fase. Ja. Dan gaan we denk ik verder naar de volgende fase, waar hij denk ik een heel goede recovery maakt. Hier, je denkt, oké, de bal komt erdoor. Nee, komt hier langs de rechts weer erover door. En je ziet gewoon weer de looplijn dat hij meemaakt. Hier gaat Van der Sar ingooien. We gaan de bal kwijtspelen en hij gaat dan hier atletisch de bal eigenlijk winnen. Want ja, je ziet waar hij start. Zoveel energie. Ja, zie, hij pakt die bal hier op. Tikt even rustig een sombrero aannemen. En dan, even willen uitvoetballen. En dan is hij weer weg. En dan had je met Dani Alves heel veel. Ja, defensief ook heel lastig. Omdat 1 tegen 1 was het ook moeilijk om hem uit te schakelen. En ook in de omschakeling. En waarom dat ik Dani Alves een beetje minder mocht vroeger, was wel. Was een beetje een smeerlap. Zo'n beetje. Ja. Soms zo die tactische fouten maken. Soms een beetje zo een beetje gaan trekken, een beetje tijd trekken, een beetje gaan blijven liggen als er een fout werd gemaakt. Maar voor mij was dat wel een beetje de ultieme voetbal. En deze looplijn, ja, dat hebben we al 1000 keer gezien. Dieren weg. Maar die timing ook is... Ja, en dit moet... En je gaat het 2 keer denk ik zien. Dit moet eigenlijk een doelpunt zijn. Maar je ziet wel weer die looplijn en de aanvallende impulsen dat hij gewoon brengt als back. Hier denken we, oké, we gaan weg, we gaan counteren. Dani Alves komt gewoon straks mooi naar binnen. Omschakeling, hij is hier weer. Gaat hij balverlies leiden, denk ik? Nee, toch niet? En dan, Dani Alves was gewoon iemand die... Wat ik heel interessant vond, hè, met het bekijken van deze beelden van de finale, is zo... We hebben het altijd over, hey, je hebt fullbacks, je hebt wingbacks, je hebt inverted wingbacks, je hebt al die dingen. Mm-hmm. Ja. En ik denk, Dani Alves was alles in één. Maar je moet nu zien, waar die komt, er gaat nu in beeld komen. Hè. Dus hoe breed dat je het veld houdt, ja, ik pak deze moment erbij. Waarom? Hij blijft zo breed staan dat je backs niet kunnen gaan knijpen. En daardoor komt Messi vrij en ik geef dat doelpunt mee aan Dani Alves. Niet dat hij daar een fase mee heeft gehad. Maar gewoon puur het, ik hou het veld zo breed mogelijk. Hij beïnvloedt het spel. Ja, hij geeft gewoon weer, alle zones bedekt op het veld, doet hij perfect. Zodat Messi gewoon weer in het centrum zijn ding kan gaan doen. En ja, dat doelpunt heb ik al zoveel keer gezien. Ja, het zijn kleine details, hè, maar het is heel simpel. Hier het spel vertragen, Messi komt daar, vrije ruimte, niemand dekt hem. Ja, oké, en dan gewoon is hij er afgewerkt. En dan is er denk ik nog één fase waar hij denk ik een tactische fout maakt. En dan ik laat hem expres langer afspelen, omdat ik weet dat het pijn doet. Spoelies terug, ziet je? Nee. Ik had dat gemist. Zeg dan nog iets van Dani Alves. Het is oké, man. Het is helemaal nee, kijk, Dani Alves, kijk. Ik denk dat een van de finales dat ik nooit heb verwerkt, man. Dit doet echt pijn. We gaan hem nu verwerken. Nee. We blijven spelen tot je verwerkt bent. Ik ga stuk. Nee, ik heb er echt extra lange highlights. Toen Barca-fans waren ook irritant, man. Ze kwamen op school. Een vriend van mij had een VIA-shirt. Wie koopt er een VIA-shirt? Like, nou, we waren verwend in die tijden. Ja, man. Dat was verwend. Zelfs tot nu toe, voor mij, Loki, dat je voetbal een beetje verpest. Snap je wat? Wij verwachten nu altijd dit. Ja, absoluut. Absoluut. Dit is nog steeds een Dani Alves-clip. Maar het is belangrijk om te tonen wat er misschien aan voorafgaand. Hè? Ja. Antonio Valencia. Ik herinner me, ik had medelijden met Rooney die finale. Want mooi goal gescoord. Dat was ook op dat moment een heel goede speler. Ja, maar ook zo, Rooney zei ook zo van alles weg te hebben. Zo zeg van, ja, ik ga dit niet uit leiden. Hij was ook de enige die zei van, ik kan nog een beetje voetbal onder deze druk. Maar dat was echt zo van, pressure man. Rijn Giggs is ook echt een andere highlighted. Hier komt hij, dan Danny. Weer breed staan. Hup. Messi komt weer in de ruimtes. En weer los. En hier balverlies en hier komt hij. En daar was Bassa echt zo'n beetje meesters van. Zo, weet je, in de omschakeling zo even zo die kleine fout maken. Ja, en die counter. En daar haatte ik aan Dani Alves, want wij gingen daar scoren. Dat waren de beelden voor mij. We hebben hier nog eentje, een verdedigende actie. 1-op-1 hier even de bal afpakken. Want dat is, wat we ook vaak vergeten, is zo... Hij was verdedigend ook gewoon zijn mannetje. Ja, Fernando gewoon een paar keer op slot gezet. Hè. Ja. Dat moeten we niet vergeten. Hij was echt gewoon zijn mannetje. Maar ik denk, iedereen zou een back als hem of als een Marcelo willen. Tuurlijk. Maar die hun motors... lagen gewoon op een ander heel niveau. Heel onbeschakt, ja. Je kunt niet
doen wat hij doet als je niet minstens evenveel kunt lopen. Mm-hmm. En ik vind het interessant dat daar al begin bij het lopen... Ja, dat is een goed foutje. Van de kerk, dat is een beenhouwer. 400 gram slag. Shit. En dan de laatste is de verlossing. We gaan naar deze fase komen. ik vond dat zo grappig dat hij dit beeld erin heeft gevraagd. Ja, de verlossing, man. Dat gaat nu, denk ik, komen. Nee, dat is toch een actie. Ja, Dani Alves probeert. Veel fases eruit gekomen. Die drie. Oversaturated. Davi, maar het is wel mooi om het zo te zien, snapte? Want de actie komt er door het feit dat hij het breed houdt. Ja. Maar daarna is hij ook een oplossing voor de pas die er moet komen, snapte? En dan ziet je hem nu terug sprinten. Ja, en dan snijden. Nou, hier zit Fabio aan machine. Rooney ook. Dat is toen begonnen met Rooney dat hij kaal begon te worden. Ja. Hij zei, 9 minuten achter een bal lopen, dat is niet hoe doen we in de Premier League. De verlossing is er. Nee, of is het eruit? Let's go. Ah, die finale heeft zoveel trauma's opengedaan. Maar ik praat niet meer voetbal voor een maand. Kastuk. Maar dan heb ik eigenlijk nog een laatste vraag voor jullie. Ja. En dat is een simpele, maar ook moeilijke vraag. Is dit de beste ploeg die we hebben gezien? Dat is deel 1 van de vraag. En deel 2, denken jullie dat wij nog, of dat wij ooit nog een ploeg kunnen zien dat op dit niveau voetbalt? Ik denk dat er niveau is overstegen geweest. Denk je dat? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het niveau wel al een paar keer overstegen is geweest. Een paar keer nog. Maar ik denk de samenhang... Voor mij is het wel... Ja, het gaat een beetje tegenzijdig zijn. Het is de beste ploeg aller tijden. Hm? Maar het niveau zou wel een paar keer overstegen geweest. Bedoel je dan wedstrijden of echt... Wedstrijden. Campagnes? Ja, wedstrijden. Want ik denk niet dat iemand een... Campagne niet, maar wedstrijden wel. Oké. Okay. Ik denk City vorig jaar tegen Real Madrid. Al ja, 2 jaar geleden. Een aantal jaar geleden. Gewoon... Ik kan er misschien mee leven. Dat was voor mij, denk ik, een van de beste ploegen ooit. Ik denk dat misschien Barça zelf... Het heeft overstegen. Ik denk Barça-Bayern. Waar jullie echt 2 hebben verloren? Nee. Waar wij Guardiola uit de Champions League schoppen. Oké. Okay. Ja, ik denk dat dat misschien overstegen heeft qua niveau. Maar ik denk dat deze finale de beste... Ja. Ik denk omdat je context niet mag wegtrekken van... Ik denk dat Pep een paar keer een ploeg heeft gebouwd dat zijn ploeg klapt. Nee. Nou, dat zullen we nooit weten. Ik denk het wel. En ook zo hoe dat ze nu opbouwen zo met 3 van achter, ik denk het wel. Nee. Maar geloven we dat we ooit een ploeg gaan zien die zo'n volledige maar perfect jaarcampagne... Als die ploeg? Nee. Was 6 is dat jaar of zoiets. Iedereen sprak over quadruples, dus is een 6-2-pole. Ja, probleem. Ja, dat was 2009 zelfs. Crazy, man. Denk ja, je? Best wel uiteindelijk. Voor mij in zijn geheel, ja. Als we puur praten over campagnes, denk ik niet dat het de beste campagne is. Maar dat ligt meer aan tegen wie hebben jullie moeten spelen. En hier en daar een beetje controverse. Maar als we kijken naar de recepten, of allee, de ingrediënten van deze recept. En je plaatst dit in de komende generaties. Op die manier vind ik dat de beste. Ja. Like, tactisch, de jeugdwerking, de individueel talent, de invloed, de coach. Dat was gewoon even stars align in a way die we waarschijnlijk niet meer gaan zien. Puur campagnegewijs kan het dat een team een indrukwekkendere campagne heeft. Ja, ik denk, wat jullie hebben gedaan in die jaren, beste van het beste. Maar dan, zoals ik zei, niveaugewijs is het al wel een paar keer. Zet deze ploeg in eender welke finale tegen eender wie? Dat denk ik ook. Ik weet niet, man. Die we hebben gezien, ook. Zal ik zeggen. Ja, dat denk ik ook. Weet niet, man. Dat denk ik ook. Dat er echt ploegen zijn van Pep zelf. Die, ja. Dat is het enige wat ik spijtig vind, is dat we nooit een Clasico in de finale hebben gehad. Ik kon gewoon Pep tegen Pep zien. Zo Messi, Ronaldo in de finale, maar dan Barça Real. Ja. Dat is voor mij het toppunt van voetbal geweest. Ja. Ja. Maar dat is niet gebeurd. But I guess we'll never know. Marcus, Brian, ik wil jullie bedanken voor vandaag. Ja, ik was blij dat ik mijn zak kon liggen. Ik ben blij dat jij ons dat kon leggen. Ik wil ook Tim bedanken in de regie natuurlijk. Ik wil de kijkers en luisteraars bedanken. Dit was episode 4 van Champions Classic. Yes. Er komen nog episodes die je gewoon kan checken op Proximus Pix. We blijven door de archieven gaan van Proximus en de Champions League. En dan zeg ik tot de volgende keer. Yo. Hey, yo.